Had je nog een vraag? Oh ja, ik ga zitten. Oh, ga er maar bij staan. Hebben jullie veel aan de aan het vervuilen van de bunningsite? Rodney, jij bent er wel eens een paar keer ingekomen. Ja. En dan wist ze, er komt dat snelheidsmonster. Vertel eens, die bunningsite, wat doet dat met de speler? Ja, je hoort toch fans schreeuwen, je hoort ze samen zingen. Dat geeft toch wel energie, een soort van kracht. Het motiveert om nog harder te gaan. Dus het doet zeker wel wat met je. Ja. Waarom voetbal je? Omdat ik voetbal de leukste sport ter wereld vind. Welk beroep had je voordat je ging voetballen? Ik heb altijd gevoetbald eigenlijk. Ik vond alle sporten vond ik wel leuk, maar voetbal vond ik echt het leukst. Ik heb gewoon op voetbal en school gezeten. En heb je wel eens een bijbaantje gehad om te klussen of wat centjes te verdienen? Nee, heb ik ook niet. Oh. Gamen jullie nog wel eens samen? Ja. Gamen jullie nog wel eens samen, jongens? Rodney? Af en toe wel. Gewoon op de PlayStation FIFA spelen. Ja. Voetbal spelen. Wie is de beste? Ik heb nog niet tegen Sean en Karim gespeeld. Dus, Oh, daar heb je nog niet tegen? Nog niet. Karim, dus, wie is de beste? Ik ben wel benieuwd. Dat ben ik volgens mij. Dus ja? Eigenlijk denk het niet. Hè. Wie is het grappigste in de kleedkamer? Ik vertel eens wat het jullie in de kleedkamer. Ja, Rodney kan heel goed dansen. Rodney dansen? Ja. Hebben we muziek? Ja! Oh, je hebt geluk, jongen. Dat is Rodney danst. Hoe ben je bij SU Utrecht gekomen en bij welke kleur speel je daarvoor dan? Ik speelde eerst bij VV De Volenwijkers. Dat is een amateurclub in Amsterdam-Noord. En toen ik 12 was, werd ik gescout door amateur-KVB. En van amateur-KVB werd ik gescout door Ajax, AZ, Volendam en Utrecht. En eindstand heb ik voor Utrecht gekozen, omdat hun het duidelijkst waren. Is er iets ergers gebeurd dan die penalty van Ajax? Ja, natuurlijk ben je dan niet blij. De eerste paar seconden reageer ik dan ook best wel fel. Maar daarna, je kan er niet zoveel aan doen. Dus je moet wel doorgaan en je moet je gewoon concentreren op de wedstrijd. En zorgen voor dat het volgende keer wel erin gaat. Dus eigenlijk 1 seconde boos zijn en dan weer doorgaan. Ja, precies.